Ja, nou, leuk dat je er bent. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja. Ik, ik, ik weet niet of de luisteraar dat weet en of ze daarin worden. Sorry, ik kaap de hele podcast al meteen. Nee, nee, nee. Maar. Ik oh, had zoiets dat. verwacht. <laughs> Mute me. Of, of dat vaak wordt genoemd. Maar we, we, ik ken je al anderhalf uur. We hebben echt uh, gegeten. We hebben een appelstroel naar binnen gewerkt. Een heerlijke uh, maaltijd met een, uh, een burata. Dus we, we kennen elkaar echt al bijzonder goed. We wel lekker. Ja. ja, Heb je nu het ja. gevoel dat je wat opener kan zijn tegen ons? Nou, dat ook, maar ik vind het echt een tof concept. Dat jullie de gast een uur eerder uitnodigen om een hapje te eten. En dat het ook, uh, als ik jullie zo geloof, altijd lukt. Dat de gast jullie kant op komt en ook dat uurtje extra ja. neemt. Dus echt ga je, professioneel. Ga je het zelf ook overwegen in het vervolg? Ja, ik, ik verklapte net al dat ik er drie op één dag opneem. Dus dat wordt dan wel echt waar. heel erg fiede. Maar uh, <laughs> ik, ik zal het overwegen. En ja, dan kom je opeens heel veel aan, inderdaad. Ja, dat is ook niet ja, de bedoeling. Ja. Ja. Maar oprecht echt heel erg leuk concept. En ik werd echt heel warm ontvangen door jullie en jullie team. is echt... Uh, ja. nou, ik ben nou, heel wij zijn ook heel erg Veilig dankbaar dat, dat iedereen hierheen wilt komen. Ja. En tijd voor ons heeft. Dus, uh... ja, het is eigenlijk een soort van lokkertje gewoon: de, gratis eten. Gratis, gratis eten. Ja, ja. Ja. Dan komen ze vaak wel. Ja, precies. Jij noemt jezelf de geluksonderzoeker. Ja. Ja, onze podcast was over geluk. Dat past perfect samen, hopen. Maar zoek jij geluk uit voor jezelf of voor anderen? Um, ja, ik denk sowieso dat, dat ik de term eens moet gaan heroverwegen. Hm. Uh, hij staat vast nog op een paar plekken op mijn website. Um, maar zoals ik hem altijd bedoeld heb... en hem nu nog steeds wel ervaar, maar ik zou het nu anders noemen. Misschien hm. meer bewustzijnsonderzoeker of nou, iets in die richting. Hm. Um, uh, allebei, dus zowel voor mezelf... Als voor, voor anderen. Ik denk hoofdzakelijk voor mezelf. Yeah. Um, wellicht om wat voor reden dan ook, vind ik de zoektocht naar geluk wat complexer dan de gemiddelde mens. Of in elk geval ben ik er meer door gefascineerd en soms een beetje door geobsedeerd dan de gemiddelde mens. Hmm. Um, dus al zou ik niet als, als beroep of als deel van mijn, van, ja, mijn missie of uh, mijn passie, of wat ik ook werkelijk doe. ja Als carrière, zeg maar. Het voelt niet zo. Maar ook als ik niet een carrière in geluk had gehad, was ik denk ik nog steeds zo. Bezig met het analyseren van het thema geluk. Want ik, ik vind het gewoon fascinerend. Van hoe, hoe werkt dat dan? In eerste instantie, dus voor mezelf. Ja. Um, uh, dus ja, toen ik 21 was, zo'n zo 14 jaar geleden, ben ik echt bewust uh, op zoek gegaan naar geluk. Daarvoor ook wel, maar niet zo bewust als in uh, echte seminars bezoeken en ja. stappen plannen en dat soort dingen. Um, uh, ja, ik denk dat dat antwoord op je vraag is echt voor mezelf. En, en daaruit, als ik hem voor mezelf antwoorden vind, dan probeer ik dat niet te veel te projecteren op iedereen, maar probeer ik wel. Ja, toch daar een generieke factor in te vinden: hé, hey, zit hier iets van waarheid of iets van inspiratie in voor ook niet Thijssen, ook voor andere jongetjes en meisjes, mannen ja. en vrouwen die ook op zoek zijn naar liefde, bewustzijn, uh, succes, geluk, uh, vrede? Nou, dat soort dingen. Je zegt: je geluk werd vanaf je 21 in 21, 21 ging er bewust mee bezig zijn, ja. maar daarvoor was je de. Om er bewust mee bezig of, of hoe, hoe ben je er überhaupt mee bezig als je er niet bewust mee bezig bent? Ja, goede vraag. Met bewust bedoel ik. Um, iedereen heeft er een ander beeld bij, maar dat ik echt hetzelfde zelfhulpwereldje instap. Dus tot mijn 21e yeah. was ik niet bekend met het fenomeen. Er zijn boeken hmm. met uh, stappenplannen naar geluk en succes, eh, boeken als uh, Think and Grow Rich van uh, Napoleon Hill of The Seven Habits of Highly Effective People. Ik wist niet dat, dat zoiets als uh, sprekers of trainers bestond. Uh, maar als je kijkt naar hoe ik tot mijn 21ste leefde... bijvoorbeeld op mijn uh, 16e kreeg ik een drumstel voor mijn verjaardag. En uh, ik ging meteen all-in. Ik start een punkbandje. Ik begreep, uh, Cliff, dat jij ook... Uh... Ja, wij samen. Ja, oh, ja, jullie samen, ja. Jullie ja. samen in een punkband gezeten. En uh, ik ging van niet drummen naar twee uur per dag drummen. En uh, mijn dag zag er als volgt uit. Ik zat op de havo. Naar de havo fietste ik naar uh, een depot... om mijn dagelijkse krantenwijk, de kranten op te halen. Dan deed ik mijn dagelijkse krantenwijk. Fiets ik door naar de popschool in Amersfoort... om daar mijn drumstel uit een kast te halen... en dan twee uur lang te drummen, of langer. En dan fiets ik naar huis om te eten en naar bed te gaan. En dat was eigenlijk mijn, mijn dag uh, voor een paar jaar lang. Dus best wel wat dingen aan de kant zetten qua sociale leuke dingen. Ik heb ook echt al de nodige feestjes gepakt en biertjes yeah. gedronken. Maar daar zie je dus al wel... en ik wilde de beste drummer ter wereld worden. En ik wilde sowieso doorbreken met mijn band. Dus op mijn twintigste zat ik in vijf bandjes tegelijkertijd. Een oh, dus spreidje ja. winnen. Ja, 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 ja. En uh, poor decision gemaakt, want ik kende toen Kensington. Uh, nee, niet persoonlijk die gasten, maar via via... als yeah. iemand tegen mij uit het bandjes wereldje waar ik in zat... wist je dat Kensington een nieuwe drummer zoekt. En toen dacht ik van ja... Ja, ik zit al in vijf bands. Oeh, uh, wow. Dus het heeft geen zin <laughs> om. Wat is dit? Om Zulig. te zwijgen over het feit. Ik denk niet <laughs> dat ze mij er aangenomen hoor. Want die drummer Niles, heet die. Of Niels Niels, die, die ze hebben aangenomen. Dat is een. Knette goede drummer. Dus uh, eerlijkheid gebied ook al te zeggen dat ik niet weet of ik het was geworden, maar... Um... Dat is wel... Dat is net als die gast die zijn bitcoins... Uh, dat hij een pizza met zijn bitcoins ja. had gekocht. Oh, 200 bitcoins voor een pizza of zo, als hij dat gewoon bewaart. Van, oh, wow! <laughs> die is hier in de podcast geweest? Nee, volgens mij. Oh, wow, wow, wow. Schouder. Dus ik, ik wil niet zeggen dat hard werken, dat dat nou uh, per, se, per se werken aan geluk is, maar... Heel veel van de dingen die ik na mijn 21ste ben gaan doen, die ik bewuster ben gaan doen, van dromen, doelen stellen, vision boards, uh, wie ben ik, wie wil ik zijn, wat is mijn missie, wat is mijn passie, was ik daarvoor ook al mee bezig. Bijvoorbeeld in de context als drummer, ja. maar dus nog niet gevoed door, ja, ik vind het altijd een beetje naam om zo te noemen, maar het seminarwereldje of het zelfhulpwereldje ja, ja. of uh, de, nou, de persoonlijke ontwikkelingswereld, zeg maar. Heb je net als bij drummen bijvoorbeeld altijd gehad dat alles wat je deed, daar moest je dan 100% voor gaan? Um, 100%. Oh, dat was de, <laughs> dat was de, Moest dat de 100% intens voor gaan. <laughs> um, ja, ik ben altijd wel van alles of niets geweest eigenlijk. Dus ja. of all-in, ja. of ik ben er niet. En ik weet niet waarom, maar waar ik aan moet denken... is dat bijvoorbeeld op school, zowel op mijn HAVO uh, als mijn HBO... Ho hoe ik daar all-in ging, was eerder in de ondernemersmentaliteit... van er wordt een resultaat van mij verwacht. En dat is dat ik een... Op moment Prem, als ik een tentamen heb of iets moet inleveren dat het dan goed genoeg is voor een voldoende. Ja. Hoe je tot dat resultaat komt. Daarin ging ik dus echt all in qua efficiëntie. En oftewel, ja. het woord waar ik ja, een beetje ja, ja, ja. omheen praat, is uh, um, uh, uh, nou, Remco Klaassen zegt gekscherend dat hij zijn studie cum fraude heeft gehaald. <laughs> die, die uitspraak durf ik te kopiëren. Dus ik heb echt alles wat je kan doen om <laughs> zeg maar uh, nou, resultaten te cheaten yeah. zowel op de Havo als de HBO, dat heb ik heb ik gedaan. Daarin ging, dat was dan mijn mijn passie. Ik heb, nou ja, laat ik het dan maar noemen in mijn eerste theatershow die die Rob ook heeft gezien in de Betrix Theater, Rob hier uh, achter de knoppen. Knoppen Rob. Knoppen op Vertel ik uitgebreid hoe ik een complete stage in scène heb gezet. Dus tijdens mijn HBO heb ik 30 studiepunten gehaald voor een stage die niet bestond. <laughs> ja. Die was fictief, was een scène. gezet Jezus, dat is maar wel... Maar hoe doe je dat dan? Weet je van die catch me if you can? Uh, ja, dat praktijken. moet je niet vertellen. Dan gaan mensen het doen. Dan geven we het slechter ja, voor. <laughs> Zal ik een kort... Uh, kort ja, ja, ja. <coughs> dat is wel leuk. Uh, ik wilde heel graag um, drummen. Ik studeerde technische bedrijfskunde. En in het derde jaar werd ik een beetje recalcitrant. En uh, ik wilde eigenlijk stoppen. Maar toen zag ik de studieschuld die ik moest betalen als ik hmm. zou stoppen. Uh, toen kwam er een minor. Nou, als mensen... Uh, ik denk hbo of Unie hebben gedaan, dan weten ze dat een minor is uh, eigenlijk uh, hashtag YOLO. Doe ja, maar even een half jaar waar je ja. zin in hebt. Dus ondanks dat ik technische bedrijfskunde studeerde, kon ik een minor doen op het conservatorium. Dat mocht gewoon, daar kreeg je 30 studiepunten voor. Hmm. Maar behalve kunnen drummen, moest je ook kunnen zingen. Dus Thijs werd niet aangenomen op de minor. En toen uh, wilde ik toch een half jaar drummen en een vriend van mij, uh, laten we hem George noemen, want zo heet hij ook, die had net een website opgericht van een, een bedrijf wat niet bestond. Dat was een visie die hij had. Uh, en toen vroeg ik aan hem: Mag ik op jouw website, wat er al wel professioneel uitziet, maar wat gewoon een website is, niks meer? Mag ik op jouw website van het fictieve initiatief of bedrijf, mag ik daar een stagefacature plaatsen? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus mijn leraar, nou, tranen sprongen in zijn ogen bij het lezen van die vacature. Want ik had natuurlijk precies de woorden gebruikt die ze willen lezen. Weet je, helikopterview, analytisch vermogen, nou, amor, weet je wel, operational excellence. Oh mijn god, Thijs, dit is dé ideale stage. Dat is geen en uiteindelijk was de grootste uitdaging het stagebezoek. Daar was echt niet aan te ontkomen. Ja. Uh, dus ik heb toen echt mijn vriend okay. Sjors. Uh, uh, ja, heb ik een pak aangemeten. En uh, we hebben ergens een kantoortje gehuurd. wat logo's opgeplakt. en gedaan alsof dat het kantoor was. Oh, serieus. En hij. ja. maakte zijn stem dan wat lager. en gaf aan dat ik heel goed in het team paste. en zo. En. Uh, dat was Vf, de heel. Cuip. En kijk, dat zegt iets ook over je. Je ah. <laughs> Over je paradigma. Want ik zat daar met een, met een paradigma van. Dit is zo doorzichtig as vak. Dus ja. zij kan elk moment. Het was een, was een vrouw, de stagebegeleider van mijn school. Zij kan elk moment nu opstaan en zeggen: jongens. Dit, dit is zo'n grote poppenkast, het ligt er te dik bovenop. Ja, maar als je het ook zo zegt, dan klinkt het niet alsof dit ooit had kunnen werken. Nee, maar ja, zij heeft natuurlijk <laughs> gewoon... Uh, ja, zij denkt daar niet over na. Dus, haar kader te... is, nee. dit is gewoon een van, zoveel, van de zoveel stagebezoeken, ik ja. kom van alles tegen, hetzelfde. Ja. wel. Ja. Dus nou ja, zo uh, is het me uiteindelijk gelukt om uh, een half jaar lang uh, te drummen. En zelfs het stagebezoek uh, te overleven en die 30 studiepunten te maar krijgen. Maar was het wel een half jaar lang Geen chill? Nou. Want ik heb bijvoorbeeld zelf, als ik me vroeger ziek meldde van school, omdat ik dacht ik wil gewoon een dagje relaxen. Dan was ik de, eigenlijk de hele dag aan het stressen dat ze door hadden dat ik me ziek had gemeld en dat ik niet ziek was. Weet je, op, op die manier. Nee, daar had ik vrij weinig last van. Maar okay. ik, ik heb wel meer gechilled dan ik van plan was. Je? Al meer dan je Ja, ja want het is dus niet dat ik elke dag zes uur ben gaan drummen, wat ik had kunnen doen. Echt wel, ik heb wel gewoon mijn uren gemaakt, maar ja. het was ook wel, ja, je bent twintig. Uh, dus dat is ook wel heel verleidelijk om, uh, om rustig aan te doen, zeg maar. Ja, nee, exact. Ja, 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 ja. En je had het net over je werd 21 en toen begon je aan een soort van bewustere manier van, uh, ja, ja bewustere zoektocht naar geluk. Deed je dat uit een noodzaak omdat je niet gelukkig was? Uh, goeie vraag. Want waarom of. Waarom zou je je met geluk gaan bezighouden als je al gelukkig bent? Ja. ja. Nou, in de eerste instantie, om dan terug te komen op je eerdere vraag... was, was het echt gericht op, op mezelf. Mm -hmm. um, en ik zag Remco Klaassen spreken. Die is hier ook in de podcast geweest, ja. toch? Mm -hmm. Remco Klaassen. Ja, dat is echt een tof gast. Dat is een, uh, een spreker en die, uh, ja, die heeft over leiderschap, uh, over... Ecologie, vind ik een heel mooi woord. Hè. Ontdek uh -huh. meer over, over wie is Nick, wie is Cliff. Hè. Dus ja. Cliffologie, Nicologie, Thijsologie. Over 100% maak ik ervan, 100% Thijs. En ik zag hem spreken toen ik een jaar 21 was. Toen was ik net afgestudeerd en ik werkte bij een consultancybureau. En ik zag allemaal, voor mijn gevoel, dan zeg maar volwassen mensen. Dus 30, 40, 50-plussers. Die in mijn ogen niet heel happy waren. Waar, waar ik een beetje een doffe laag over hun ogen zag. Um, en dat maakte echt super veel indruk op me van: wow, zijn volwassen mensen dan niet meer gelukkig? Of verliezen die hun sparkle? Weet je, bij mijn levensgeloten ja. of bij andere mensen zie ik wel zo'n een sparkle en hier om me heen niet. En toen zag ik Remco Klaassen, ik was dus 21 en hij gaf een dag lang een training over zijn vak. Eigenlijk over hoe word je inspirerend spreker. Ja, en dat deed hij zo speels, zo humoristisch uh, en, en zo diep en inspirerend. Dus gewoon van een lach naar een traan en alles ertussenin. En die, die twinkling in zijn ogen. Ik dacht, wat oh, bestaat? Je hebt dus gewoon, ja, dat is dan de mindset van, van, ja. van een jongen van 21. Je hebt dus 40-plussers die nog wel genieten van het leven. Die wel die sparkle hebben. Ja. Die wel een beroep hebben waar ze energie van krijgen. Wat bij hun roeping of bij hun pad past. Hm. Um, en dat inspireerde mij helemaal de moeder, om het maar uh, hip te zeggen. Het <laughs> week nog goed dat ik tegen een toenmalige collega zei: Ik zei letterlijk, ik weet dat ik. Echt nog geen flauw benul heb van, van de uitspraak die ik nu ga doen. Ik heb nog geen flauw benul van hoe intens de weg daar naartoe eruit gaat zien. Maar wat die Klaassen doet, dat kan ik ook. En dat ga ik ook doen. En op dat moment had ik nog geen enkele passie ontdekt. In ieder geval die dag dan. Maar tot dat moment was er nog niet een Thijs die heel graag het podium opzocht. Of, of heel erg uh, praten over succes of geluk. Of, of inspirerende trainingen gaf of zo. Ja. Uh, dus ik was niet ongelukkig. Uh, ik was 21. Ik was net afgestudeerd. Er stond consultant milieu op mijn kaartje. Er werd 100 euro per uur voor mij gevraagd. Niet mijn salaris, maar het werd voor mij gevraagd. Dus mijn ego werd heel erg gevoed. Mm. Want wat het toen leuk maakte mijn baan was gewoon de nieuwigheid: gewoon uh, gaaf. Ik ben jong en ik ben yeah. consultant. Ik mag toffe dingen doen. En ik verdien net even wat meer uurloon dan mijn vriendjes en vriendinnetjes. Um, dus ik was totaal niet ongelukkig. Maar ik zag wel dat ik ongelukkig ging worden. Als ik daar over vijf of tien jaar nog steeds zat. En dan senior milieu consultant was. Of, of leidinggevende van milieu consultants. Yeah. Dus dat, dat, ik zag wel het pad van: ik ga ongelukkig worden als ik hier blijf. En ik zag het pad van: holy shit, ik krijg zoveel energie van wat die Klaassen precies doet. Ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Maar daar op het podium staan in je kracht en mensen laten leren en lachen. Eigenlijk die twee dingen laten leren en lachen. Wauw, dus da daar is het voor mij, uh, voor mij begonnen. Maar dat is echt precies wat je wil. Gewoon preventief ongelukkigheid voorkomen. Mooi, mooi gezegd. Ja. 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 Man, wat goed. Hoe is dat voor jou? Want jij, jij studeert. Wiskunde? Ja, ik kan wiskunde zeggen en ik dacht. Zeg, het ja, jij nee, is dat, wiskunde. Zeg goed, zeg goed. Is, is dat voor jou de, de twinkeling in je ogen, Nick? Um, ja, één van, van. Ik vind het uh, echt heel fascinerend en ik ben er graag mee bezig, ja. Maar uh, verder hou ik me ook graag bezig met sport bijvoorbeeld. Ja. Dus um, het, het is niet de twinkeling, het is een twinkeling, denk ja. ik. Ja. ja. En podcasten, vind je dat leuk? Of ja, is dat, uh... zeker, zeker. Ik bedoel, dit is een fascinerend gesprek, toch? Zo? Ja, ik, ik vind podcasten waanzinnig leuk om, uh, om te doen. Ja, ja toch? Dus jouw ideale leven... Opgenomen. Ja, zo'n 25, Maar jouw ideale leven is een beetje sport, een beetje wiskunde, een beetje podcasten. Maar ja, ik, ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld flow of zo... Met, dan, zou, dan is iets als bijvoorbeeld muziek maken is anders... Of bdj of zo anders Wordt dan een podcast maken, denk uh, ik. Is, ja, is dat anders? Hoezo ja, dan? Voor, voor mij... ja, misschien spreek ik nu voor jou. Maar... Ja, 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 voor mij niet echt eigenlijk. Ja, heb jij dat quiz van flowen als je een podcast maakt? Absoluut. Ja? ja? Dat je gewoon helemaal... gewoon in het moment zit en dan helemaal... Ja, dat probeer ik altijd op te zoeken. Maar is dat niet wat jij nu doet? Ja, misschien wel. Ik weet niet. Ja, ik vind, ik... Ja, voor mij is dat toch soort van staat waar je helemaal... Waar, waar je niet bewust mee bezig bent. Ik denk, zo'n gesprek ben je juist bewust aan het voeren. Maar ja. misschien, misschien haal ik dingen door elkaar. Nou, ik snap... Ik, kan, ik ken allebei de kanten. Ja. Zeg maar, dus op, op dit moment... Um, uh, het voelt heel kwetsbaar om te zeggen. Maar denk ik denk ook van... Oh ja, maar ik wil het ook nog over meer diepere onderwerpen hebben. En ja. meer een zoektocht naar, uh, naar acceptatie. En naar uh, misschien... Hmm. De, nou, allemaal dingen in mijn hoofd van... Want het klinkt als op. Dus in mijn hoofd ben ik nu best wel bewust nog bezig want Oh, het is ook tof om die, die kant op te gaan. Ja. En ik zit meestal waar jullie nu zitten als interviewer. Ik heb inderdaad meer dan 250 mensen geïnterviewd. Ja. Dan heb ik dat natuurlijk ook, maar probeer ik zo snel mogelijk. En dat lukt inmiddels acht van de tien keer lukt dat wel, om, om in een bepaalde flow te landen. Mm. En dat ik echt mijn uh, speakbriefje niet meer nodig heb. En, en dat ik me totaal laat meesleuren door, door het gesprek. Ja. Uh, en dan ervaar ik echt ontzettende flow, ja, in een podcast uh, opname. Oh, dat, is wel, dat is wel mooi. Dan. Maar je zit, nu zit je van: ik wil het graag over acceptatie hebben. En dan denk je van: wanneer beginnen die gasten? nou eigenlijk over ja, ik je acceptatie. Heel, <laughs> Dan slijm je heel erg plat. Maar dat is wel zo. Is wel nee, wel. Ik dacht: perfect interview. En uh, zometeen dan. Uh, Gaan vind ik we het ook dan. leuk om het over diepgaandere uh, dingen te hebben. Maar dat, dat doe ik zelf. Hè. Ik stuur zelf. Ik begin zelf over het liegen van mijn stage. Ik had ook kunnen beginnen over. Uh, Liefde en licht en uh, hoe alles trilling is en we van de bron komen en we terug naar de bron gaan. Dan hadden we een andere, ander gesprek gehad. Ja, nee, dan hadden we echt een compleet ander gesprek gehad. Ja. Een gesprek ja. waar ik nu wel benieuwd naar ben. Dus zullen we daar gewoon instappen anders? Ja, wat ik wel interessant ja. vond is in, de, in, de, in dat voorgesprekje wat je met Nina had gehad, had je het over, want we vragen dan wat zijn onderwerpen waar je het echt over wilt hebben. Voor mij ja. had je het over acceptatie. En je had het over liefde oh, ja. met ja. focus op de dans tussen licht en het Donker. licht en het donkere. <laughs> dat hadden we even onderstreept. Ja. Dat, dat, het klinkt heel cool, heel mystiek, spiritueel. Ja. 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 Dans tussen het licht en het donker. Ja, ik gebruikte bewust het woord um, dans, want ik weet niet meer op welke vraag dat antwoord was. Maar zij stelde een vraag van ja, uh, welke onderwerpen zouden aan bod moeten oh, komen dat, als het over geluk gaat. En toen zei ik liefde, en als, als toelichting zei ik de dans tussen het licht en het donker. Ja. En daarbij gebruik ik bewust dans om maar niet het woord gevecht of uh, worsteling zeg maar, te gebruiken. Dat klinkt niet waarom... liefdevol genoeg. Maar waarom ga je die woorden uit de weg dan? Goeie vraag. Ik, ik ben zelf... Ik denk dat je, uh, de woorden die je gebruikt in je interne dialoog... dat dat al heel veel doet met je energie en je vibratie. En dus of je vooral uh, motivatie en inspiratie en positiviteit voelt... of negativiteit en eerder angst en onzekerheid... Mm -hmm. Dus ik, ik merk, als ik op mijn eigen woorden let, merk ik de laatste tijd, dat ik best wel vaak, uh, niet zozeer in deze context van, van, van licht en donker, maar in andere context, het woord dan een gevecht gebruiken. Dus, oh, ik vind soms in het leven zo'n gevecht om, uh, of zo'n worsteling om balans te vinden. Ja. Of ik vind zo'n uh, zo gevecht tussen tijd voor mezelf en tijd met de anderen. Of, nou, en dan kan je allemaal andere woorden met een soort van negatieve of zware lading voor bedenken. Ja, gewoon een positievere insteek. En als je daar het woord dans... het klinkt een beetje ja, als zelf heel 101 dit. Maar als je daar zo Emuratband die zegt gebruik meer andere woorden, oh, ja. maar toch ik merk als je het woord dans voor gebruikt dan oh, dat klinkt als heel veel zacht. Dat is eigenlijk de diepere laag, dat is al liefdevol naar jezelf, vind ik al een stukje zachter naar jezelf. Nee, ik ben die dans van hoe vind ik nou balans tussen werk en privé of die dans van hoe vind ik nou de, de juiste balans tussen me-time en tijd met mijn liefje of nou whatever. Als je het een dans noemt dan ja. Komt er ook al veel eerder een inspirerend antwoord naar boven. Ja. Uh, dan als je het een worsteling of een gevecht of een struggle of. Uh, wat maar heel ook veel is. vechters noemen ook wat zij doen dansen als het ware. Oh, wat grappig. Ja. Ja. Het, is ja. Ook, ja, het is ook. Ik, ja, ik vind het een mooie. Een mooie hoe zeg je dat? Substituut. Ja. Maar uh, hoezo maar hebben we ergens uit? De, 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 de dansers ja, en het licht dansen, en ja, ja. Ja. -te -dans. nou um, Terwijl we kijken naar een plaatje van hoe ik. Uh, door wat donkerte naar wat licht aan het gaan ben. We kijken naar een foto van een verbonden ademsessie die ik afgelopen zomer heb gedaan. Uh, Joran, Joran Hensel, echt een waanzinnige gast, die legt hier zijn hand op mijn borst. Dat doen ze over het algemeen bij mensen die heel diep gaan, <laughs> dat ging ik, uh, om een beetje uh, support te bieden. Dus daar kan ik zo wat over vertellen wat ik daar allemaal meemaakte. Uh, Stof dat die foto hier ook op het scherm staat. Uh, ik ben ervan overtuigd nou, dat er licht in iedereen zit. En, mm -hmm. en dat, ja, dat we van licht komen en, en naar licht gaan. En in die tussentijd eigenlijk ook gewoon licht zijn, maar het even vergeten zijn. Mm. Ik denk ook dat in ieder mens. En nogmaals, dit is gewoon 0,0 gebaseerd op welke theorie of wetenschap dan ook. Dus dit is gewoon thesologie, gewoon wat voor <tie> mij voelt als... Ik vind waarheid al een te groot label. Want dit voelt voor mij als kloppend of zo. Of zo, zo ervaar ik het. Um, dat... dat ja, sommige mensen wat meer licht kunnen misschien niet hebben, maar ook voor ervaren en anderen wat minder. En ik ben heel erg van overtuigd dat het een weegschaal is, dus dat er net zoveel licht als donkerte is. Dus als jij een persoon mm. bent die heel veel licht heeft en heel veel licht kan ervaren en heel veel licht en liefde kan uitstralen, nou, dat betekent waarschijnlijk ook dat je heel veel donkerte in je hebt. Yeah. Okay, uh, en, maar het is altijd een balans in iemand zelf. Dus bijvoorbeeld, als jij heel veel licht in je hebt, dan is er niet... Bijvoorbeeld iemand anders die heel veel duisternis nee, heeft. Nee, het een in jezelf. Goeie ja. vraag. Dus ik, nou, hoop, mooie woord. Hoop dat hier ook heel veel hoop uh, in zit voor mensen die, die op dit moment op een donkere plek zitten en misschien uh, depressief zijn of heel negatief intern dialoog hebben. Dat ja, uh, en daarmee wil ik het alles behalve maar good news for you. Het feit dat jij op deze donkere plek kan zijn, dat, dat is dus een teken dat jij net zoveel licht in je donder hebt. Het is helemaal geen ja. wedstrijdje, maar waarschijnlijk wel meer dan de meeste mensen om je heen. Hmm. Alleen je hebt nu een route aangelegd om meer contact te leggen met, met die donkerte. Um, en ik denk dat, dat relaties, romantische relaties, en relaties een hele mooie poort ook daarna zijn. Dat we daarin allemaal wel merken van holy fuck. Daarin merk ik echt de meest positieve, leuke, euforische ja. uh, emoties die ik, die ik op andere gebieden zo intens niet ervaar. En ik denk dat we ook vaak wel herkennen dat relaties echt dingen bij jezelf naar boven halen. Angsten, woedes, onzekerheden uh, die, je, die je niet op andere gebieden kent, zeg maar. Ja, uh, uh, dus vandaar. Um, ja, dat ik het, het woord liefde gebruikte en dat ik bedoelde daarin liefde niet per se. Nu noem ik het wel als voorbeeld, maar liefde in intieme relaties, maar meer liefde in algemene zin in ja. het leven. Deze ja. podcast is ook liefde. Uh, als ik straks mijn auto instap, dan probeer ik. Ik zou het ook kunnen zien als liefde, de, de rit terug naar huis, zeg maar. Um, ja, hoe ervaren jullie dat? Want het klinkt al heel snel denk ik heel wollig en heel abstract... als je het hebt over, over donkerte. Resoneert dat bij jullie? Of denken jullie ja. nu echt... ja Thijs, donkerte, waar de fuck <laughs> heb je het over? Nou, ik vind het wel altijd lastig. Want ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar ik zit dan wel van... zou iedereen die luistert het nog volgen? Omdat we hebben al zoveel afleveringen gehad... waar we wel inderdaad wat meer die kant op gaan. Ja. En ik weet nog het begin... toen we afleveringen hadden met Patrick Kikken... toen hadden we het over non-dualiteit. Oh ja. Dat is wel wat anders. Maar ja. toen zaten we echt van... Ik snap er helemaal niks van. En ja, ik ja, ja, aan ja, ja. de tanden. Ja, maar nu, nou, als je het over liefde hebt, ik associeer dat nu meteen met, uh, met de cursus en wonderen. Dat soort de liefde, ja. hoe die daar ja. wordt omgegeven. Ja, ja. En ook hoe die dus in contrast, contrast gaat met het ego. Maar ik weet nog niet precies wat dat is, hoe je het bedoelt. Ik, ik zelf ook niet. Dus daarom gooi ik het gesprek open. En ja, nou, ik, ik kom hiervoor had ik een, een, een sessie bij een, bij een coach of therapeut of shaman, ik weet niet hoe je het moet noemen. Vandaag nog? Ja, vandaag. Oh, ja. Okay. En, en dan. Om iets van mezelf, ja. wat is heel vers is, want dat had ik het met hem over te delen. Ja, dat hij had het heel erg over dat er nog, en dat voelt heel erg waar voor mij, een bepaalde loyaliteit naar mijn, mijn moeder zit. Mm -hmm. En dat ik vroeger eigenlijk om haar te willen ontzorgen, niet te veel willen uh, belasten, uh, is heel erg een kopingsmechanisme ontstaan van of pleasen. Dus gewoon mezelf wegcijferen. En ja. wat heb jij nodig zodat jij weer oké okay bent? En, en weet je, wat, daar gaat het om. Dus heel erg mijn sensor bij de ander. Of gewoon vertrekken. Want dan waren de emoties gewoon te groot bij mij. Was het gewoon te pijnlijk dat, dat de sfeer niet leuk was thuis. En dan maar gewoon offline. En dan wordt je emotionele brein uitgeschakeld. En je, je cognitieve brein kan wel lekker door. Dus echt dikke high five naar dat, dat mannetje of dat systeem. Want dat heeft, zeg maar, mijn leven gered. Maar op dit moment, ja. Als, als je dus een bepaalde trigger hebt die dus lijkt op, op, op vroeger... Mm -hmm. uh, um, en, en daarbij is jouw neiging of te gaan pleasen en jezelf weg te cijferen... of je vertrekt en je bent mentaal ergens op de maan. Mm -hmm. Ja, ja dat, gaat niet, dat, dat is voor jezelf niet prettig. En ook in je relaties en hoe dichterbij uh, is dat natuurlijk ook niet, uh, niet, niet prettig. En dat, dat zie ik als een beetje ja, donkerte als zin van... Hey, waar, waar komt dit dan dus vandaan? Heb je nog iets aan te kijken? Heb je iets los te laten? Um, heb je iets te accepteren? Um, dus ik, dit is even een voorbeeldje van voor mij om het wat tastbaarder en hopelijk wat, wat, wat kleiner te maken. Maar dat, dit, dit, dit is een voorbeeld van, van donkerte, zeg maar. Waar je, ja. uh, 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 dus wellicht heb ik nog wat pijn te voelen die ik toen niet heb willen voelen, want het was gewoon te onveilig om die pijn te voelen mag ik daar nu doorheen. Maar merk ik daardoor ook dat dat masker, dat coping systeem, dat dat uh, uh, minder wordt en ik dus meer geluk. En meer liefde en meer licht ga ervaren in het hier en nu. Ja, want staat dat direct in verband met, met licht, als het ware? Is er een soort van keerzijde eraan wat licht geeft? Of is het gewoon, jij, hebt dat nee, jij draagt dat donkerder bij me, maar er zit gewoon evenveel licht in me, um, omdat ik dat heb? Nou, ik weet niet of het antwoord op je vraag is, maar geef het dan <laughs> zeker aan. Dit is echt super vers, maar dat is ook eigenlijk wat ik doe. Dus ik vind het leuk dat we dit doen. Ik ben totaal geen uh, geluksonderzoeker om dan dat woord maar weer te gebruiken, die zegt dat hij het weet. Uh, als je ook naar mijn show komt, dan, dan is dat alles behalve een stappenplan naar liefde, of naar bewustzijn, of naar spiritualiteit, of naar geluk. Ja. Het is Thijs de man die ja, op soms hilarische wijze en soms inspirerende wijze langs successen, langs fuck-ups, op zoek is naar verbinding met zichzelf. Op zoek is naar liefde, op zoek is naar succes. Uh, dus ik probeer heel erg de, uh, de rol te pakken als inspirator van. Uh, super eerlijk en kwetsbaar zijn over waar ik zelf sta... in mijn, in mijn eigen zoektocht. Ja. Uh, en ik ben er ook heel erg van overtuigd... het is een klein zijweggetje, maar ik ga antwoord geven op je vraag... want het ging over liefde en donker, of licht en donker... ben ik niet vergeten. Ik ben er heel erg ja. van overtuigd... dat stel, iemand die luistert nu of die kijkt nu... want dan kan je ook de mooie foto's zien... dan zie je mij hier bij Eckertolle zitten... samen met mijn goede vriend Vincent. Um, uh, als iemand nu kijkt of luistert... en die, die vindt zijn leven een, een, een vijfje... bijvoorbeeld, op het gebied van... Um, nou, ik noem maar wat van, van, van de onzekerheid of zo. Ik vind mijn leven een vijfje. Ja. En die hoort mij in deze podcast nu zeggen: van... Oh, ik ervaar echt een tien. Ik ervaar zoveel zelfverzekerdheid. En de, de stappen die ik heb ondernomen om daar te komen, is een dit en dit en dit. En mijn leven is echt een, het ziet er nu zo uit op die hangmat, uh, in die hangmat op Bali, met mijn cocktail en mijn sixpack, even gewoon even gechargeerd. Ja. Ja. Dan denkt diegene: Fuck, ik dacht ik een vijf was. Ik ben een drie-man. <laughs> als die lat zo <laughs> hoog ligt. Ja. En als ik hier dan vertel, ja, weet je, mensen die me op het podium in een podcast en denken: oh, die gast die heeft helemaal voor elkaar. Maar ik voel me eigenlijk ook super onzeker. En ik weet ook niet of ik het juiste doe. En of ik wel, dan kan diegene denken: huh? ik voel me geen vijf, maar ik voel me een zes. Thijs heeft het ook. Dus ik ben er heel erg van overtuigd dat als je, je je kwetsbaarheid deelt. Zeker als je een soort van voorbeeldfunctie hebt in de zelfhulpindustrie. Dat dat gek genoeg, paradoxaal genoeg. een inspirerend effect. Soms kan hebben, ik zeg niet altijd. Ik wil niet al mijn collega's nu zeg maar afmaken die wel stappenplannen delen. Maar ik denk dat dat. Nou, ik denk wel vaak dat dat op een luisteraar of kijker een positief effect kan hebben. Ja. En beter over zichzelf gaat denken dan wanneer je een stappenplan deelt. Dus ik vind het leuk ja. dat ik nu ook zeg maar nu iets deel wat ik vanmiddag pas heb geleerd. Dus het is bij mij super vers. Ja, nog niet uh, verwerkt. En die, die, die shaman waarmee ik zat. Um, en het is niet dat we in een zweethut zaten met Sali en met uh, een stipje op ons voorhoofd hoor. Dat is gewoon... Okay. Uh, met kleren aan op een kantoortje, maar volgens mij is hij ook een shaman. Een shaman met kleren aan. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, nee, en die, die zei, Thijs, je hebt, je hebt die bol licht, het is echt de pure jij, je, je zuivere ik. En, en toen het vroeger dus onveilig was, uh, wilde eigenlijk echt een super goed bedoeld systeem van jou, wilde dat beschermen. Je wil niet dat daar krassen opkomen. Je wil niet dat krassen komen op, op, dat, op die hele mooie bol licht die jij bent, op die, die zuivere, pure ik. Ja. En om te voorkomen dat daar krassen op komen, is daar dus een laag omheen gebouwd. Mm -hmm. Van of pliezen, of een peren of een, een andere gaan schelden of wat. En, weet je wel, je hebt allerlei. En dat vond ik zo verhelderend. Mm. Dus, ja. dat, dus dat, omdat het ook meteen die metafoor suggereert, je bent dus nog helemaal heel, het is niet dat je soort van met littekens het leven ja. hoeft te gaan, maar als je dus die lagen ja. weet af te pellen naar nou, heel mooi persoonlijke ontwikkeling, hè, de wikkels eraf halen. Ja, ja, ja. Huh? Oh. Je bent het meest ontwikkeld als je wordt geboren dan heb je geen wikkels. Yeah. En wij, nou goed, dus wij bouwen allemaal wikkels eromheen. <laughs> en dan komen we op een leeftijd, 25 of 35, en dan denk ik, shit, die wikkels mogen Dus ik vond het een hele mooie metafoor, omdat die, um, ik zie dat meteen voor me, van oké, okay, er, dus, er is dus echt nog een pure, onbeschadigde, zuivere ik, die, die geen enkel barsje of litteken heeft. Ja, alleen die goedbedoelde wikkels die ik eromheen heb gelegd, nou, dat, dat, is, dat is denk ik een stukje donkerte om die te onderzoeken. En, uh, en eraf te halen. Oké, okay, dus die, die donkerte is eigenlijk een soort van beschermingsmechanisme. Maar dat beschermingsmechanisme, dat klinkt wel iets, iets positiever dan donkerte, als het ware. Ja, daarom vind ik dat ook een fijn gesprek, wat ik zelf ook inspirerend ja, ja, ja. vind. want ik, ik, ik gooi hem gewoon maar erin. Van, hey, ik voel dat we het moeten hebben over donkerte. ik moet maar... er wel weer bij zeggen dat. Licht en duisternis, dat klinkt wel weer spiritueel, hè? Ja, dat precies. Dat is goed voor de markt. Ja. Ja, maar dat is ook waarom ja. ik dat onderstreept, Want ik vond het heel cool klinken. Dansen ja, 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 ja. De dansen het licht en het doen. Dat wordt ook de headline van dit, uh, <laughs> ah, ja. deze. Demonen en duisternis met Thijs Lindhuis. <laughs> dus. <laughs> maar je ziet wel dus echt het licht, dat is het goede. En duisternis is het slechte. Maar het is wel in jouw visie iets dat in balans is. Nu begeef ik me voor op glad ijs, want wat, ja, was, ik, ik ben echt zei, met mijn nee. kleine teen aan het, aan het tippen ja. in, 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 in het meer van, van nou, waar we het nu over hebben. Uh, volgens mij is het hetzelfde. Dus is er sowieso geen waardeoordeel van goed en fout. Ja, en, 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 ja, en, uh, 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 is het hetzelfde. Um, en om binnen deze metafoor te blijven, is dus de, ja, de donkerte of de, de beschermingsmechanismes, dat, dat zijn de, de, de doeken die om het licht heen zijn gelegd. Ja. Uh, en je zou dan kunnen stellen: als er heel veel licht is, moesten er heel veel doeken omheen om het heel goed te beschermen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen en ja. inderdaad. En het is eigenlijk in beter of in, in, in wat simpeler Nederlands zou je kunnen zeggen: het zijn overlevingsmechanismes. Uh, en jouw brein, jouw reptiele brein, wil ten diepste echt niet gelukkig zijn. Liefde is fucking eng, It's fucking kwetsbaar en onveilig. Jouw brein wil overleven. Ja. En het is dan echt veel veiliger om maar je relatie en je potentie. En uh, allerlei uh, uh, kansen en, 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 en dingen die heel onveilig zijn om dat kapot te maken en dan maar te overleven. Hm. Uh, want dat is veilig en dat is zeker en dat is comfort als bekend. Uh, dus dat, dat zou je dus donker te dus ook gewoon kunnen zien als de behoefte van jouw brein om te overleven. Ja, uh, ja en dat heeft helaas wat, wat, um, hoe zeg je dat? Wat, wat linkjes gelegd van als het vroeger werkte, dan werkt het dus blijkbaar altijd. Ja. Dus als het vroeger nodig was om in een freeze te gaan. Want als ik niet in een freeze ging, ja, dan, dan zou het gewoon te pijnlijk zijn. Als babytje bijvoorbeeld. Ja, dat was toen heel effectief. Als je niet in die freeze ging, dan was je misschien. Uh, dan, nou, dat is ook een hele theorie. Dat babytjes moeten echt fysieke aandacht krijgen, moeten ja. echt geknuffeld worden. Ja. En als ze dan niet geknuffeld worden, dan, dan kunnen ze zelfs. Dood uh, ja, oh, doodgaan. Ja, doodgaan. Ja. Uh, maar als je in een soort van totale freeze gaat. dan, dan bescherm je nog een beetje jezelf tegen de, de, de pijn ja. van niet geknuffeld worden, zeg maar. Ja. Dus, Even een voorbeeld, gewoon een luchtig voorbeeldje tussendoor. Hè? Dat is zo gezellig, we zijn hier met Thijs Leenthout, de, de entertainer. <laughs> dus de, de, toen was het effectief om in die freeze te gaan, maar je brein mist even het memo. Yo, je bent nu 35. Die freeze werkte toen top, maar is niet meer nodig. Nou, ja, dat is ja, dus een interessante. Uh, uh, is goed bedoeld van je, van je lijf te overleven. Het was toen effectief nu niet meer. Ja, en je realiseren dat dat overlevingsmechanisme niet meer werkt, is dat wat jij bijvoorbeeld bedoelt met bewustwording? Ja. Maar ik denk dat bewustwording is een nieuw perspectief. Dat heb ik Jesse van der Velde ook al eens horen zeggen over shamanen gesproken. Ik weet niet of jullie Jesse van der Velde zijn, uh, kennen. Maar die, die zegt heel mooi, uh, elke vorm van groei is eigenlijk niets anders dan een nieuw perspectief op zaken. Hmm. En bewustzijn. Nou, context toch in je relatie. Stel, uh, nou Nick, jij voelde ook iets ontstaan net, wij hebben een relatie. Ja. Laat het gewoon even, ja, nee, hier even op tafel leggen. Ja, blijven en... ben ik je derde wiel. Ja, ja. <laughs> ja precies. We kunnen <laughs> ook, ook nog over polyamorie gaan hebben. <laughs> nee, en, en stel. Um, nou, nog, nog een cliché. Ik heb de vaders niet uitgeruimd. <laughs> en jij gaat helemaal uit je plaats. Ja, hij was al boos. <laughs> ja, en, en jij. <laughs> dan. Als ik niet zo bewust ben. Dan, dan, en dat raakt ook weer iets in mij. Want mijn moeder die vond me ook nooit goed genoeg. En, en ik voel echt. Het is niet zo tof dat jij meteen naar mij schreeuwt over de vaatwasser, maar het is ook niet zo dat je met een mes bij mijn keel staat, maar als ik het wel ervaar alsof je met een mes bij mijn keel staat, dus op jouw level 3 boosheid voel ik een level 8 geraaktheid en ik ben dus niet bewust dat dat bij mij gebeurt en ik ga weer vol de aanval in op jou want ja. ik stel jou verantwoordelijk voor het feit dat ik nu level 8 getriggerd ben en irritatie en onzekerheid en angst en boosheid voel. Nou, ja. nou, je voelt hem. Als ik bewuster ben en ik heb een hele andere kwaliteit, uh, lees bewustere gedachtes. En ik zie gewoon in, oh wacht even, dit heeft veel meer met jou te maken dan met mij. En volgens mij heb je ook gewoon een, een, een stressvolle dag gehad. Hmm. En uh, ik had wellicht die vaatwasser we wel kunnen doen en het is goed. Weet je, dan ben je veel bewuster, andere kwaliteit gedachtes, waardoor je op een hele andere manier kunt reageren in het leven. Ja. Ik weet echt niet meer wat de vraag was, maar ik had, voelde de behoefte om, het, om te anseneren dat wij een relatie hebben. Ja, ik weet het ook niet meer, maar volgens mij was het wel een antwoord. <laughs> ja, Dank je wel. Dus bewust terug, ja, ja, je zei iets van: is elke vorm van groei niet iets van meer bewustzijn, zoiets zei je, geloof ik. Oh ja, dat, ja inderdaad. Dat het, um, uh, het weghalen van die oude overlevingsmechanismen, of dat is wat je bedoelt met bewustzijn. Stel je solliciteert op een toffe baan en je wordt het niet dan als je een wat lager bewustzijn hebt... dan schiet je weer in angst en onzekerheden. Ja, oh ja, genoeg, ja, ja. zie je wel. Uh, en als je wat bewuster bent, dan denk je... oh, nou, blijkbaar was dit geen match. En die persoon die, die zag niet iets in mij wat ik wel zie of voel. Of nou, whatever, dan yeah. heb je allerlei. En dan ga je gewoon weer... Beeld maar eens in, wat als ik verlicht was? Dat is altijd interessant, hè? Wat als ik nu boeddha was? Wat als ik verlicht was? Hoe zou ik dan op deze situatie reageren? Je bent er nog niet, maar dan kan je vaak al wel... in concept bedenken hoe je had gereageerd... als je dus totaal niet gevoelig was voor nou, al die... Uh, meningen en oordelen van buitenaf. Maar dat reptiele brein en die overlevingsmechanismen zie ik wel als een soort van natuurlijke staat. Als je het hebt over het licht, is de een natuurlijke staat of liefde is een natuurlijke staat. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, evolutionair gezien, is ons reptiele brein ook natuurlijke. onze. Natuurlijk. Ja, ja, dat dat onze natuurlijke staat is. Als je al die andere hersendelen weghaalt, dan ben je puur in die, in die actiereactie zonder ergens over na te denken. Maar dat zie ik verkeerd. Nee, dus je wil zeggen eigenlijk is handelen namens je reptiele brein... Is ...heel erg gewoon handelen in lijn met de natuur? Ja, dat is wel wat je zegt. Ja, zei, dat, zou ik, dat zou ik denken. Uh, ja, ik, ja, dat zou je kunnen stellen. Ik zie, zie het. <laughs> alleen de vraag is dan als dat je niet de resultaten oplevert... ...die je graag wil in het leven. Ja, is dan dat moet je maar ik, tegen je natuur in <laughs> Ja, op die manier. Ehm... Um, ja dit is interessant. nou ja dan, dan, dan is er geen. oké okay, hier ben ik geen expert in. Uh, eigenlijk nergens in behalve in gewoon ervaringsdeskundige zijn ja. in het leven. <laughs> ik ben geen expert <laughs> behalve in <het> expert zijn. <laughs> <laughs> ja precies. <laughs> um, we hebben een reptielenbrein. Mm -hmm. uh, dat is zo primitief. krokodillen die eten hun kinderen op als ze honger hebben. dus een reptielenbrein ja. is gewoon echt Overleven, overleven, overleven. En volgens mij worden wij nog voor 95% geregeerd door dat reptielenbrein. 95? Ja. Zo. Dan hebben we een sociaal brein. Dus kijk maar naar, naar zeg maar zoogdieren die, die willen al knuffelen. Dus, dus honden en ja. katten, die vinden het fijn om geknuffeld te worden. Nou, een krokodil of een hagedis, die vindt het niet zo heel boeiend. <laughs> hè? Maar dus, dus uh, uh, ons zoogdierenbrein, uh, daar zit het, het sociale stuk en dat we leven in tribes en zo. En dat je het dus fijn en veilig vindt om aardig vonden te worden. Want dan hoor je erbij, en als je erbij hoort, overleef je. Ja. En dan heb je nog je mensbrein, je cognitieve brein. En daar zit het, het, het wiskunde, het uh, logisch na, of filosoferen, daar zit het logisch ja. nadenken, voor en nadelen. En, en dan, volgens mij in de marketing weten ze dit ook heel goed. We denken altijd dat we met dat cognitieve mensbrein keuzes maken. Maar oh, 9 van de 10 keer zijn we puur, volgens mij niet eens. Ons ons zoogdieren, maar vooral ons reptielenbrein om een titeling aan te geven. Dus we hebben al lang een keuze ja. gemaakt vanuit intuïtie ja. of vanuit ja. instinct. Ja en uh, uh, we zoeken alleen nog even met ons mensbrein de argumenten om het te rechtvaardigen en als we die argumenten hebben gevonden dan denken we dat we heel logisch met ons mensbrein een keuze hebben gemaakt maar het zit eigenlijk uh, meer op instinct of intuïtie ja daar hebben ze ook echt onderzoek naar gedaan zover ik weet toch uh, voor mij hebben ze mensen verschillende soort nee dezelfde panties gegeven en dan moesten ze dan uitleggen waarom ze de een beter vonden dan de ander oh ja. en dan komen ze echt met allemaal ideeën waarom de een beter is dan de ander maar ja. het zijn gewoon dezelfde panties ik, ik heb net en Letterlijk voordat we deze opname begonnen... heb ik een wasmachine gekocht. Heb je soms dat je een wasmachine ja, Ik heb nooit gehad, maar... Oké. Okay. Nee. <lacht> <lacht> nou ja, ik heb dat dus wel <laughs> soms. Oké. Okay. Van eens in de zoveel <laughs> tijd. En... en dan, nou, ik zal je niet meenemen met het hele proces. Want er zijn, denk ik, inspirerende dingen om het over te hebben. Ja, dan kunt we weer over die thai pots eten hebben en zo. De thai pots ja. eten, maar ja. ik, ik wil het. Support your local suppliers. Dus ik wilde een lokale expert ja. Uh, uh, ja. in Den Haag, waar ik een huis heb gekocht. Die wilde ik de, 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 de omzet gunnen. Maar dat was ik aan het bellen. En die had niet het type wat ik wilde. En toen met CoolBlue dacht ik, ja maar dat is dan weer Coolblue, tof bedrijf, maar dat is het van zeg maar de lo Local supply, Ja, precies. Ja, uiteindelijk is het dan toch voor die van Coolblue gegaan, want het type wat ik wilde, met inderdaad uh, free refill, of nou niet free refill, maar auto-refill. Ja, ja. um, en daarna heb ik het helemaal in mijn hoofd goed gepraat. Nee, hey, dit is toch de goede keuze, want deze kan na het morgen geleverd worden. En ik wilde inderdaad dat refill-systeem en ik heb die man van Expert toch ook, ook al bedankt en hij heeft me geholpen. En weet je, je gaat met allemaal argumenten, wil je het goed praten naar jezelf? Van, ja, ik heb het juiste gedaan. En als het wel was gehoord van de lokale boer, dan had ik dat helemaal goed gepraat. Ja. Dat is interessant hoe dat werkt. Ja, ja oké, okay, maar het feit dat je het goed moet praten, geeft dus wel aan dat je soms dat, dat reptiele brein dus soms keuzes maakt waar je later spijt van hebt, misschien. Nou, of we willen in elk geval onszelf. Ja, nou, ik zeg we en ons. Ik merk in elk geval dat dat, dat ik heel graag naar naar mezelf uh, uh, het extra veel argumenten wil geven, vooraf en achteraf, waarom het echt de juiste keuze was. Ja. En waarom wil je dat? herken jij het? Um, jawel. Ja, natuurlijk. Je wil altijd goed onderbouwen waarom je dingen ja. doet, natuurlijk. Ja. Dat, ja, ik herken dat ook wel. Maar ook ik zou eigenlijk niet zo goed weten waarom ik dat doe. Ja. Als je nou vertelt, inderdaad, dat 95% van alle beslissingen die je maakt. toch al doordat reptielen reptielenbrein ja. gemaakt zijn. waarom zou je dan nog goed praten? Ja. Weet je wel. Ja, ja, wellicht. Uh, het, het, het is inderdaad wel is een goede vraag die je stelt. Het is wel een thema in mijn leven. Ik vind keuzes maken: al is het gewoon: ga ik naar restaurant A of B? Ja. Dan kan iets in mij echt denken: dit, ja. dit is een kwestie van leven of dood. Dan, <laughs> dan maak ik het zo, nou, niet letterlijk. Maar, ja, ja, maar, ja, dan dan maar maak het genoeg. zo groot. Ik echt denk, come on, guy, weet je wel, oh, maak gewoon een keuze: pizza <laughs> of sushi. <laughs> Terwijl het allebei gewoon lekker is, natuurlijk. Het maakt helemaal niet uit. En als je dan een van de twee kiest en het wordt een kutavond, denk je: ja, zie je wel. Ik zou moeten kiezen. Ik moeten Ik hou helemaal niet zo van pizza. Fuck. Maar denk je dat er een soort van juiste manier is om dingen te doen? Of is alles relatief? Het is net hoe je op het ene moment in staat. Ja, nou, dan kunnen we weer naar een. Antwoord: Een wat spirituele antwoord trekken. Ik, ik geloof er ik steeds meer in dat altijd het juiste gebeurt. En dat vind ik ja. zo'n Oh, dat gebeurt sowieso. Ja, en, en uh, als ik dit met mijn grote mond zeg, ik weet echt niet als ik of een dierbare in het ziekenhuis ligt, zeg maar, of ik daar dan nog steeds zo over kan denken. Hmm. Uh, alhoewel er zijn best intense dingen in mijn leven gebeurd waarbij ik dit ook kan voelen en ervaren. Ja, yeah. uh, maar de, die begin ik steeds meer te voelen dat ook al wil je het labelen als fout, ook al is een situatie ontstaan die niet gewenst is, waarvan je denkt, oh, had ik kunnen voorkomen als ik het anders had aangepakt, uh, begin ik steeds meer de overtuiging te, te voelen dat, dat het juiste gebeurt. En, en precies wat moet gebeuren, dat moet er gebeuren ja. om jouw pad te leven en om jouw uh, lessen te leren in het leven. Ja, dat is dan een beetje die acceptatie waar je het over wilde hebben, denk ik. Ja, ja de vraag die door, uh, door waanzinnige Nina werd gesteld. die uh, een voorbespreking uh, met mij deed. was. Uh, uh, hoe zouden we. Wat, wat moet er gebeuren, geloof ik. zodat er meer geluk is in de wereld? Iets in die richting. Ja, we hebben meerdere ja. vragen, maar waarschijnlijk. Um, ja, maar dat is wel een van. Ja, me. wat zou er moeten gedaan worden. zodat mensen gelukkiger kunnen worden? En nou, net als hier. probeer ik zoveel mogelijk. Uh, en dat komt dan uit mijn reptiele brein blijkbaar, hè? Dan probeer ja. ik zoveel mogelijk uh, vanuit instinct of intuïtie... een antwoord te geven mm -hmm. en niet te veel na te denken. En wat ik toen als antwoord gaf, was acceptatie. Ja. Uh, met, met als toelichting... Wat ik bedoel met acceptatie is dat je je realiseert... dat het niet, in mijn beleving, het is niet de bedoeling... dat iedereen in elk moment altijd gelukkig is in het leven. Mm -hmm. Dus continu gelukkig zijn is niet het enige of hoofddoel in het leven. Um, anders... De vraag uh, uh, maakt het wellicht voor anderen heel verleidelijk. En dat is natuurlijk ook waardevol, maar niet wat, mijn, wat in mij gebeurde bij die horen van die vraag. Anders wordt het heel verleidelijk om toch weer van buiten naar binnen te denken. Van oh ja, als we even een heel dom voorbeeld wat vaker koud zouden douchen, dan is er meer geluk. Weet je? Of als we meer persoonlijke ontwikkeling op de basisscholen zouden geven. Of als we wat vaker ons hart zouden volgen. Of als er allemaal hele mooie adviezen. Terwijl het wel weer suggereert dat er iets mis is. Van, oh ja. Ik wil iets wat er nu niet is. Ik ervaar nu geen geluk of depressie of meer negatieve gevoelens en gedachten en ik wil wel die positieve. Dus volgens mij. Als er, als er iets mis is, dan is het denken dat er iets mis is. Ja. <laughs> Snap je? Dus um, ik denk vooral dat, dat um, ja, iets wat wij de hele wereld, maar gewoon individueel, wat mensen meer nodig hebben, is acceptatie. Waar je ook bent. Uh, met, met al je angsten, met al je gevoelens, met ook al het mooie. Ja. Je bent precies waar je moet zijn en it's okay. En heel veel lijden en ellende komt van niet willen zijn waar je bent. Dus nou, ik hoop dat ik het een beetje weet toe te lichten. Ik ben ja, zelf ook maar... nog zoeken. Ik heb hier dus niet een uh, vijf-stappenplan uh, nee, voor liggen. Maar uh, vandaar, ik, ik merk zelf... Nou, je had een nieuwe vraag, dat punt. Acceptatie. Nou, ik wou nog gewoon op doorgaan, maar ik snap, ja. ik snap heel goed wat je bedoelt. Uh, het is wel natuurlijk veel makkelijker om... Uh, met positieve dingen. Uh, een positieve dingen te accepteren. dan negatieve ja. dingen te accepteren. En. denk ik, wanneer je gelukkig bent. dan is het waarschijnlijk heel makkelijk om te accepteren. maar wanneer er dan opeens. Uh, vreselijke dingen gebeuren. dan. dan wordt dat besef van acceptatie waarschijnlijk minder. Ja. Jullie hebben hier ook. Uh, Willem Flaudermans geïnterviewd? Ja. toch? Uh, David de Kok is hier ook. Ook. Ja, ja. ja. Nou, de hele zelfhulpengang. Uh, ja, ja. Al, ja. Is, iedereen dan? Vaak iets quoten. Volgens mij is het. Uh, Iets Uit de cursus in wonderen, mm -hmm. wat David in mijn podcast heeft gezegd, waar ik er weer een Thijs zin van heb gemaakt, die okay, ook in mijn huidige theatershow is beland. Um, uh, want, je, want je hebt het nou, je zei iets waardoor dat deze zin bij mij opkwam. Wat als komt-ie wat als alles wat in jouw leven gebeurt, een super liefdevolle poging van het universum is om jou nog meer te leren over wat liefde is. Dus wat als alles op je pad gebeurt... en inderdaad, daar, daarom kom ik erop, kijk... als je net uh, uh, op een feestje staat... met je leukste vrienden... en een cocktail in je hand... en lekkere muziek en de zon op je bol... Ja. Ja, dan is het niet zo moeilijk om te denken... oh, alles is perfect en ja. alles gebeurt met een reden... en uh, ik accepteer ja. helemaal wat er nu gebeurt. En ja. alles makkelijk. Maar ja, ja als je liefdesverdrieten hebt... of je moeder ligt in het ziekenhuis... of je, je bent depressief of whatever... je hebt last van angststoornissen... dan is het even wat lastiger om dat te doen... En dan kan deze zin helpen wat als alles wat in jouw leven gebeurt, dus elke ontmoeting, elke gebeurtenis, wat als alles gebeurt in jouw leven, een hele liefdevolle poging is van het universum om jou nog meer te leren over wat liefde is. Ja, en als je dan iets heel erg ervaart als niet-liefde, dan, dan zit er dus juist iets voor jou in om meer te leren over wat wel liefde is. En dat kan je perspectief totaal. Nou, elke vorm van heling is een ander perspectief, hebben we ja. van Jesse van der Velde geleerd. Dat kan totaal je perspectief veranderen op die ene klootzak in je leven of die ene klote situatie in je leven. Ja, ik denk dat die dingen vaak ook achteraf makkelijker gaan. Bijvoorbeeld, als je net een break-up hebt gehad, dat je dan achteraf denkt: Oh, dit was beter voor me. Dit, uiteindelijk heeft dit voor iets goeds geleid, of heb ik ja. inzichten gehad in mezelf. Maar op dat moment zelf, ja, misschien als dat gewoon heel vaak is gebeurd, dat je dan moet zeggen: Oké. Okay, Uiteindelijk leer ik overal wat van, dus hier blijft uiteindelijk ook iets positiefs. Ja. te zijn, Maar dus hoe zo. weten we dat we dit soort dingen niet tegen onszelf zeggen als een soort copingmechanisme? Dat er gewoon slechte dingen gebeuren, dat je zegt van ja, maar het had maar zo moeten <laughs> zijn. Ja. Heet dat niet spiritual bypass? Dat je dan weer op ja. een iets hoger bewustzijnslevel dezelfde truc uh, toepast? Ja, volgens um, mij is, is dat die term ja. Um, ja. Dus, dus ik probeer het even concreet te maken. Dus stel je je bent depressief. En dan denk je, ja. Uh, dit is precies de bedoeling, dus ik hoef er niks aan te veranderen of zo. Daar komt het een beetje op neer. Um. Ja, hoe bedoel ik dit? Nee, wat ik eigenlijk bedoelde is, uh, er gebeuren de dus slechte dingen met je. En hoe jij dat dus voordeel was. Maar wat was het nou eigenlijk gewoon het universum is die je dan. Uh, leert over liefde, als het ware. Je ja, wil herinneren aan wat liefde is. Ja. Um, maar wat nou als dat ook gewoon een soort van... zelfverdedigingsmechanisme is... Om, zodat je beter kan accepteren dat er gewoon slechte dingen met je gebeuren. Misschien gebeuren er gewoon slechte dingen met je zonder reden. Ja. Oké, okay, twee dingen komen in me op. Het eerste is een anekdote van een, een uh, meditatie, drie daagse, die ik ooit deed... van um, Ananda Jiri... Uh, er was een, uh, of dat is een, een, echt zo'n goeroe uit, uit India. En die uh, kwam naar Nederland voor drie dagen. En die vertelde dat, um... ja, het was Anandajiri volgens mij. Die, 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 die vertelde een anekdote dat iemand ging op een waterscooter of zo uh, zonder uh, zekering en zonder voorbereiding heel hard over de golf en die brak zijn been. En die ging daarna helemaal van, oh, wat is hier... Uh... Wat is hier de diepere betekenis van? Uh, waarom heb ik mijn been gebroken? Welke lading heeft het universum aan dit event gegeven? Waarom komt het op mijn pad? Nou, dat soort vragen. Ja. En de reactie van Andandajiri was ook, en hij is best wel uh, ver in bewustzijnsontwikkeling, was van ja, je bent gewoon dom. Je gaat op een jetski zonder voorbereiding te hard, dan zo van je ja. valt echt niks dieper zonder ja. te zoeken. Je bent gewoon een fool en je hebt je been gebroken. Die ja, die ligt wel voor de hand. Het universum probeert je te leren, dus de volgende keer gewoon veilig moet zijn. Ja, nou ja, het universum helemaal niks leren. Je bent gewoon. Ja, je bent gewoon lezen. een sukkel. Um, nou, die kwam in me op en ik denk, maar dat is gewoon wat wat in me opkomt bij het stellen van die vraag, dat het zo dus heel relevant is of je vervolgens actief het besluit neemt om op zoek te gaan naar wat is die liefde dan. Dus ja. stel je zit in een depressie. En die zin komt in je op, hé, maar dit is eigenlijk een poging van het universum om mij nog meer te leren over wat liefde is. Ja, en vervolgens doe je, dat, dat, dat is de bedoeling dat je denk ik daarna op zoek gaat. Maar wat is dat ja. dan? Wat, ja, wat, wat dat, is hier ja. dan dus de les en de liefde in, in, de, in dit event? Ja. En dat valt uh, overal in te vinden. Die les kun je overal in vinden. Ik merk nu ook wel dat het mij heel veel hoop uh, geeft. Ja. En dat het echt al, een, een, een als ik diep zit of op een donkere plek zit of, of gewoon even niet lekker in mijn vel of, of whatever, ontevreden ben over iets merk ik wel dat het, dat het heel veel verlichting en verzachting al geeft. Dat het een randje eraf haalt van, oh ja, wacht even. En ik heb het ook vaker meegemaakt dat ik later erom kon lachen... en dat dit weer leidde naar... Dus ik heb vaak ook wel, dat is misschien een self-fulfilling prophecy... zelf in mijn leven heb ik vaak ook wel, tussen aanhalingstekens, bewijs gehad... dat ik dan een paar dagen of een paar weken of ja. een periode later... merkte van, wacht eventjes, als dat nooit was gebeurd... Was, mm. was dit fijne of dit stukje groei of deze kans ook nooit gebeurd. Dus ah, zie je wel. Dus dan krijg ik een soort van mijn overtuiging bevestigd... Ja. en dan kan ik de volgende keer als ik het licht even niet zie... toch weer de hoop uithalen van... Ah, dat, dat komt ooit wel, ook dit gebeurt met een reden. Ja, en ik denk dat ook, ook al is het koping... ik denk dat het van het eindresultaat... is zoveel beter dan wanneer... Je, uh, als we waren dan niet zo kopen. Ja. Want je hebt inderdaad mensen die, die vreselijke dingen meemaken... maar er alsnog gelukkig onder kunnen zijn. En je hebt ook mensen... Die, waar de kleinste dingen gebeuren... en die er eigenlijk helemaal ten onder gaan. Ja, ja. ja nee, dat is waar. Dat je, je, hebt, je bent twee jaar weg geweest... Ik heb ja. twee jaar geen podcast gemaakt. Ja. Uh, zit er nu bij ons aan tafel een andere Thijs dan, dan twee jaar geleden? Ja, ik denk dat <coughs> afgelopen uh, half uur, ik ben, ik vergeet de tijd, de tijd <laughs> in de podcast, ik weet niet hoe lang het was, maar dat, dat we nooit, dat hadden we nooit zo gevoerd als je mij uh, tweeënhalf jaar geleden had, had geïnterviewd. En je merkt misschien ook aan hoe ik erover praat. Ik zit een soort van midden in die, in die groei dat ik merk van hé, hey, er zijn diepere lagen in het leven bij mij. En ja. uh, dat ik dingen roep als licht is best wel. Als je dat twee jaar geleden zeker niet. Nee, zeker niet. Oké. Okay. En toen had ik er ook wel over gehad in mijn podcast, maar nog heel erg vanuit die onderzoekende rol. Van oh, interessant. En en dat ik zelf ook wel voelde van hey, hier voelt ook wel iets. Het resoneert ook op bepaalde manier bij mij, maar dat ik zelf nog niet echt mijn overtuiging of mijn plek of zo erin had gevonden. Ja. Ja, maar nu heb je niet echt helemaal tot je genomen in die twee jaar. Um, Na nou, in, in die twee jaar ben ik Heel erg op zoek gegaan, omdat ik toen in, in een relatie echt patronen bij mezelf ontdekte. Dat ik dacht van, wow, waar komt deze angst vandaan? En waar komt, mm. soms kon ik gewoon bewust zijn van, ik zit nu in de gedaante van een klein jongetje of soms zelfs een babytje voor mijn gevoel. En dan, ik stond er bijna keken naar, dus ik had nog net het bewustzijn om te zien van, wow, dat is interessant. Uh, dus die twee jaar ben ik heel erg in thema's uh, gaan verdiepen als, als heling van, van kindstukken. Uh, uh, en, en, uh, hechtingstijlen en verbindingsangst en verlatingsangst. Dus daar ben ik me toen heel erg in gaan verdiepen. En eigenlijk waar we het nu over hebben, dat is echt... Uh, loopt eigenlijk wel heel erg parallel aan het ontmoeten van Azra, mijn vriendin, de dame die je hier ook op het beeldscherm ziet. Voor de helft. Uh, voor, voor de helft, want <laughs> ze, ze is zo verliefd haar hoofd in mijn hoofd <laughs> te verstoppen. <laughs> dat je de, de linker helft van haar hoofd ziet. Um, en parallel daarin is, is, is deze bewustzijnsgroei heel erg gekomen. En, en dan zie je ook in mijn podcast dat ik ineens andere gesprekken voer. Dus ik had David de Kok voor de tweede of derde keer uitgenodigd. Hmm. ineens een heel ander gesprek. Ik merk dat uh, ik, ik doe bijna wekelijks shows voor bedrijven Dus theatershow's doe ik maar een paar keer per jaar. Maar voor bedrijven ja. doe, ik, doe ik bijna wekelijks. Dat verhaal is nog steeds hetzelfde als voor afgelopen zomer, als een half jaar geleden. Sterker nog vrijwel hetzelfde als twee jaar geleden. Maar je vertelt toch hetzelfde verhaal vanuit een andere plek. Je gebruikt net even wat andere woordjes en bijwoordjes... en voorbeelden, maar vooral een andere energie... een ander bewustzijn, dat is eigenlijk. En ja. ik had laatst vijf shows voor de Rabobank. Nou, dat is niet dat je meteen denkt van... nou, dat zijn de meest... spirituele wensen <laughs> ja. En En nou, daar heb ik... Vertel ik zo'n keynote, dat heet dan wel echt... Hoe de fuck vind ik geluk? Een keynote geluk. Uh, dat vertel ik dan toch op een andere... vanuit een andere plek, waardoor ik achteraf... totaal andere reacties krijg. Veel... Nou, je, om het toch maar zo te labelen, zou je kunnen zeggen... veel spirituelere reacties, zeg maar. Dus niet achteraf, hé, leuk gedrumd, gast. Maar echt, gewoon... Ja, ik kan even nu geen voorbeeld bedenken, maar... ik heb hele diepgaande feedback gehad na mijn show. Je drumde je gewoon niet meer leuk, dat kan ook. Wat zeg je? Misschien drumde je gewoon niet meer leuk, dat kan ook. Nou, kwam een man naar me toe, er komt er toch eentje in me op... En ik heb het idee dat ik een best luchtige keynote heb. Ik, ik doe een foute hit medley aan het einde en een motivatie medley. En Een ja. medley is meerdere liedjes achter elkaar, dus ja. met muziek en drums. En ik, ik probeer het zo luchtig mogelijk te houden. Ik, ik, ik uh, maak er een soort van reisje van naar wat betekent geluk voor jou, aan de hand van de kernwaarden van het bedrijf. Nou, dat vinden mijn opdrachtgevers altijd fantastisch. Hè? Dat is altijd de drie kernwaarden ja. van het bedrijf. Daar hang ik een zoektocht naar geluk aan op. Nou, voor mijn gevoel is het gewoon zit ook wat mooie diepgaande verhalen in, maar best wel leuk, luchtig. Zit een spelletje in en dat soort dingen. Er kwam een, een, een man achteraf naar me toe. En ik weet niet meer letterlijk de zin. Maar die, die, die zei iets tegen mij in de richting van: Ja, er kwam ineens iets tot me tijdens jouw, uh, jouw spreekbeurt. Of tijdens jouw keynote. En ik wil het met je delen. Want dit is volgens mij in één zin de samenvatting wat jij ons probeerde bij te brengen. Nou, het was iets in de richting van: Je begint pas te leven. als je bereid bent te sterven. Of je begint pas te leven als je bereid bent de dood in de ogen aan te kijken. Maar hmm. hij was nog zwaarder dan dat. Ja. Echt zo, ik zei: Wow. Die ook even niet zien aankomen. En toen later besefte ik me, ja, best wel wat verhalen die ik vertel, die, die leunen tegen de dood aan. Ik vertel over een man met een donorhart die een beperkte levensverwachting heeft. Ik vertel over Maarten van der Weijden die met me in het ziekenhuis lag toen hij 19 was. Ik vertel over het overlijden van mijn eigen moeder. Nou, als ik het nu zo op een rijtje zet, denk je, oh, wat een zware keynote. Yeah. Voor, voor mijn eigen gevoel zijn het maar net even wat verhalen om om, om naar een mooie quote toe te praten. Yeah. Um, het was mooier geweest als ik letterlijk zijn één of twee zinnen wist, maar dat, dat was echt een heel... Diepe, best wel onderbuik samenvatting van mijn, uh, mijn keynote. Ja, en die quotes zijn niet zelf gezegd, maar die reduceer je daar zelf uit. Nee, oh, nee, goed dat je dat checkt. Nee, in de verste ja. verte niet. Ja, ja. De, de, het, het woord dood gebruik ik uh, amper zo niet. niet. Um, dus dan ja, zit er een andere thuis? wel Zeker. Ik merk het aan mijn podcastgasten dat ik andere gasten aantrek, dat de gesprekken anders lopen. En ik merk het dus ook op het podium. Ondanks dat ik hetzelfde verhaal ja. vertel, dat het toch uit een andere plek komt. Ja, ja helemaal aan het begin van de podcast vroeg ik. Uh, de, je, je zei dat je geluksonderzoeker was, toen vroeg ik daar iets over. Maar toen zei je ja, ik was geluksonderzoeker, uh, ik ben nu meer bewustzijnsonderzoeker. Is dat een soort van de verandering die in die twee jaar heeft plaatsgevonden? De shift van echt geluk naar bewustzijn. Ja, en dan. Uh, ik moest lang nadenken, want ik. Bij gebrek aan een beter woord, laten we het dan maar bewustzijnsonderzoeker noemen. Ja. Het liefst zou ik het helemaal geen woord geven of zo. Van ik, ik ben. Ja, ik vind en, bewustzijn en, en... wel zo'n woord wat eigenlijk iedereen zegt. Ja. Maar ik weet eigenlijk nooit echt goed. Ik heb het gevoel dat mensen er alles mee be bedoelen, als ja. het ware. Dus het is heel makkelijk om te zeggen over bewustzijn. Ja. Oh, ja. Net als kwantum. Uh, <laughs> als iemand kwantum ergens voorzet dan weet je meteen van oh, ja, ik snap je, maar ik snap oh, wow, je eigenlijk ja. niet. Ja. 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 Nou, ik zou het ook niet snel, nou, ik denk nooit ergens neerzetten. Quantum. Nee, bewustzijnsonderzoeker. Bewustzijn. Onderzo Um, ja, in die zin, ik doe ook niet echt aan marketing of zo. En bij mijn theatershows dan wel. Dan hmm. wil ik echt uh, ja, alles doen wat ik in mijn mars heb om die zalen vol te krijgen. Want ja. dat vind ik gewoon het allerleukste om te doen. Om in het theater te staan. En hoe meer zielen, hoe meer vreugde ja. um, en, en voor de rest... is mijn inkomen er niet van afhankelijk. Dus voel ik me supervrij. En ben ik Thijs die uh, het op de een of andere manier leuk vindt om, om super... Actief en gepassioneerd bezig te zijn met het vinden van antwoorden voor zichzelf. En om dat te delen met andere mensen. middels een podcast en middels theatershows. Ja, geef het een label. Of ja. <laughs> je het wil geven. Dat is, uh, dat is wat ik doe. En wellicht uh, nou, komen daar nog meer boeken aan. Ik ben al met show nummer drie in mijn hoofd bezig. Dus dat zal er ook zeker aankomen. Ik ben tegenwoordig radio-DJ. Ook vrijdagmiddag. En dus nu kun je het even promoten. Ja, dus. pro ja, ja, dit is het moment. Kijk, dames en heren. <laughs> ja, terwijl als deze aflevering uitkomt. weet ik niet of ik dan ook mijn radioshow heb, want uh, eerste paar maanden van 2024 ben ik in Zuid-Afrika. Maar dit komt denk ik in januari online. Ja. het ja, zal wel we over. Ik denk twee maanden of zo. Of ja. Het oh, ik, ik het midden, maanden, ja. ik denk we houden het midden. Ik denk we houden het midden dat dat we hier twee maanden van het zitten, maar dat heb je net gewoon met de luisteraar gedeeld. Ja. Oh, is dat geheim? Weet ik niet. Maar klinkt het zo? Mogen uh, jullie weten, oud nieuws. <laughs> ja? Mogen ja. Ja. weten. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, wat heb jij gisteren op 11 januari uh, gedaan? <laughs> <laughs> ik moet even bedenken wat ik toen uh, gedaan heb. Uh... <laughs> wat ik toen gedaan heb, ja um, Leeft Bob Dylan Nee, nog? maar dan vanaf april. <laughs> <laughs> wat? Of Bob Dylan nog leeft? Oeh, dat dat, dat, dat dat weet ik niet. Maar het <laughs> zou wel eng zijn als hij wel... overleden is. Om nog even terug te komen op de dood. <laughs> ja. daar, ja, ja. Ja. Shania Twain, heb je daar nog wel eens wat van gehoord? Ik weet, nee, ik we ken nou niet. Oké, oké. Op, maar ik, ik weet wel dat Tina Turner dood is. En yeah. dat was, iedereen was heel geschokt over mensen, wisten dat niet. Uh -huh. Maar jij weet dat wel? Yeah. Ja. Ja, dus nu gaan we echt ons onzin praten. Maar, ja, we, gaan, we zijn er even die radio show gewoon. Oké, vanaf april. Ja. En vorig jaar, als je een tijdmachine hebt. Maar vanaf april, elke vrijdagmiddag <laughs> van 2 uh, tot 4, 100% Inspiradio. Op een platform wat nu nog heet radio For all mm -hmm. Maar als deze uitzending live komt, een nieuwe naam heeft die ik zelf nog ook nog niet weet. Maar 90,7 FM. radio For all uh, Creatief Vader in Schieuwbelen. Dat is een landelijke radiozender. En elke vrijdagmiddag van 2 tot 4 mag ik 100% Inspiradio maken. En dan twee uur lang kiezen we een thema uit. Van mijn aller, allereerste uitzending was het hoop het thema. Ik wilde jullie nog bellen, maar heel slecht, excuus. In ieder geval gekomen. ik nee, sliep toch? En dan, uh, <laughs> precies, want tussen twee en vier is jouw siesta. <laughs> ja, oh ja. <laughs> <laughs> en net tussen twee en vier overdag, Oké, okay, ja, ja. dat is duidelijk. Uh, en dan twee uur lang uh, draai ik liedjes over het thema hoop. En uh, ik ga ook echt die songteksten induiken. Dus ik, ik weet ook van elk liedje waarom ik het draai. Ja. Dus ik, ik hoop die liedjes een nieuw leven in te blazen. Maar ik interview ook mensen. Dus ik bel wat mensen, heb een podcast. Ik uh, deel zelf wat verhalen. Dus het is echt... Ja, ik hoop dat mensen... Als ze uh, ergens voor een baas of voor zichzelf werken... maar op een andere plek dan thuis... dat ze lekker om twee uur de auto instappen... en dan elke vrijdagmiddag van twee tot vier genieten van Inspiradio. Gewoon even de week eindigen met een leuke... emotionele rollercoaster-achtige... Ja, het radioshow. Ja, het klinkt veel beloofd. Tijdens ja. eten zei je ook dat, 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 dat het idee was om het hele radiolandschap te veranderen. Ja, daar is de schieuw achter. Want hij ja. wil Gen Z bereiken met dit nieuwe radiostation, wat ja. dus nu een vervolgtitel heeft van Radio for All. Um, uh, en hij wil echt Gen Z bereiken, want hij denkt, dat is volgens mij ook zo, dat Gen Z vindt traditionele radio maar een beetje gek ja. en raar. Uh, maar ja, Gen Z zit wel op TikTok en podcasts en allemaal on-demand dingen. En allemaal influencers. Dus alles moet vloggers. gewoon in zes seconden, als het ware. Ja, ja precies. Ik denk dat die kant er <laughs> net niet op gaan. Maar dus het wordt echt een radioplatform waarbij je eerst een uur het vastgoedjournaal kan hebben. Daarna twee uur Inspiradio. Daarna twee uur iemand die Let's Talk About Sex doet. En daarna een, een bekende TikToker. Dus dat je echt na nou laatste iemand, want Radio 4 All heet het dan nu... Op dit moment nog, het is een soort van festival met programmering, met een blokkenschema. En ja, elke ja, ja. uur of twee uur, ja, uur word je ja. weer verrast. En ja, dan is het, ja. ik veel, het ene ding dan even niet voor jou, luister je naar het volgende. Maar dat is veel vernieuwender, veel meer op de persoon gericht. Dan de traditionele radiostations die gewoon standaard de ochtendshow, dan standaard de lunchshow, dan standaard de middagshow, dan standaard de avondshow met dezelfde mensen, dezelfde ja. liedjes elke dag, dezelfde reclame en commercial blokken. Dus uh, ik, ja, ik geloof wel in Giel, die heeft wel wat hij doet. Dus ja, het, ik vind het uh, vet. Hij ja, ja. heeft zelfs Green Day gedraaid op de radio. gebeurt nooit meer tegenwoordig. Nou ja, Giel zei letterlijk tegen mij... Na, ik blijf gewoon lullen. Hè. Volgens mij zitten we lang over de tijd, heen. Ja, ik word ook zo ja, lang aan het toilet. Oké, okay. <laughs> maar... <laughs> moet je nu? Dan wacht nee, 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 okay. nee, 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 nee okay. zeg maar. Ja. Um, over Giel gesproken, die moest wel altijd een interview met mij uh, naar het toilet. Twee keer. Twee <laughs> keer? Ja, ja, dan moest je dan gewoon Ma een beetje... Mag ik het delen, Giel? Nee, vast wel. Ja, Voor ja, mij wel. Daar is hij volgens mij heel open over zelf ook Um, ja, Dat zit ook in de aflevering, dan wordt ze niet uitgeknipt. Volgens mij, we dat hij nou, dat, 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 dat echt weg is, is er uitgeknipt, maar dat hij zegt: Ik moet pissen. Hebben we in oh, geloof ik. Ja. Okay. Um, oh ja, want uh, jij zei: Je hebt Green Day gedraaid, negen minuten lang. Ook zoiets is weer zo'n. Het is een radioshow voor luisteraars bedoeld, maar voor mij is het ook weer een bad aan ontwikkeling en wie is Thijs hm. en wie ben ik en ja. wie wil ik zijn en wie ben ik echt, nou, dat soort dingen. Dus de eerste show. Uh, met wat hele liefdevolle feedback van mijn vriendin kwam ik ook achter dat ik me onwijs was gaan aanpassen. Ik zat in een soort van mindset van: Ik ben nu landelijke radio DJ, dus van Rob de tramchauffeur, tot uh, Theo de leraar, tot, tot, tot Nancy de jurist, tot well, weet je, gewoon allemaal. Gewoon iedereen yeah. moet dit leuk vinden, dus ook de criticaster over zelfhulp. Dus in plaats van dat ik twee uur lang heel erg mijn kleur heb, heb laten horen en laten shinen... Uh, uh, was het een soort van? Uh, ja, dan please uh, iedereen en dan laat je helemaal geen kleur zijn. Dat, dankjewel. Ja. Dat ja. Dus als ik dus iets um, moois zei, vind ik over liefde of over spiritualiteit of over licht, ja. dan kwamen er twaalf disclaimer's achteraan van. Ja, maar dat is misschien wel heel zweverig. <laughs> en nou, zweef zweven lekker weg. wie bezig is. Ja. stil. Nou, hier is Green Day, bewijs van. <laughs> <laughs> dus, en, terwijl Giel had letterlijk tegen mij gezegd. Kijk, als je op Radio 58 wordt geprogrammeerd, dan wordt het ook wel een beetje van je verwacht. Ja. Hè? Maar Giel had letterlijk tegen mij gezegd: ja, Thijs, zolang jij niet de hele uitzending lang White Power gaat roepen, mag eigenlijk alles wel. <laughs> dus Oké. Okay. Om even aan te geven ja, dat je ja, dat ja, niet dat moet hoeft, doen, hè? Die, ja, dan mag nee, ja, ja. je wel echt heel veel eigenlijk. Ja, ja. ja. alles, alles daarbinnen, dat mag. Dus, dus bij, bij <laughs> uitstek is het een platform van: van Doe je het? Ik bedoel, voor mij zit het vastgoedjournaal. Die praat een uur lang over de, de ins en outs en de, de, de facts en figures over vastgoed. Ja, ja dat is ook, ook niet, ook niet iedereen. voor iedereen. Nee, 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 de, nee precies. Nou, ik doe tegenwoordig in Radio. Show altijd een mantra, dus gewoon negen minuten lang. Een bepaald mantra van een paar klanken of een paar woorden of zinnen. Mm. En dan nou, kies ik de mooiste versie negen minuten lang. Dus nou, op nationale radio best intens. Ja, uh, nou, dat is, dat is zoiets bijvoorbeeld. Dus ik vind onwijs leuk of een negen minuten versie van Green Day. Het liedje heet uh, Homecoming en het thema van mijn laatste uitzending was Thuiskomen, omdat ik net een huis oh ja. of zo'n thuis ja. had gekocht. Het nou. ja. is leuk dat ik echt mag freaken, dat ik dus echt die twee uur alles mag doen. Wat op andere radiostations soms niet zo mooi. is. echt vrij spel. Ja. Gaaf. Ja. als ik iemand interview, ik had Albert Zonneveld. Is hij is hier geweest? Nou, zo'n eentje van ja. jullie lijst. Albert Zonneveld. Oh. Cliff herinnert hem nog wel? Sorry Albert. Ja. Hij is, hij geweest. is, hier, hij is hier geweest. Ik, ik... Oh, wacht. Jullie krijgen in je oortje te horen dat hij hier is geweest. <laughs> in elk geval. Uh, Verknippen je. Verknippen. Dan, dan interview ik hem ook geen drie minuutjes, maar ik had hem bij mijn laatste uitzending. Uh, um, of niet, ik kom elke week interview Bij mijn laatste uitzending had ik hem geïnterviewd, even gebeld. En dan bellen we gewoon 25, 25 minuten. Dus dat is gewoon heerlijk yeah. dat dat kan, als het een goed gesprek is. Dan is het even een mini-podcast in mijn radio-uitzending. En daarna zijn favoriete liedje gedraaid. Nou, ja, dus vet, nou, leuk. ik ga zeker luisteren. Ja, ja zoals je zegt, we zitten al ver over de tijd. Ja. Uh, we vragen wel altijd onze gasten een voorwerp mee te nemen. Als ze gelukkig van worden of inspiratie uithalen. Nou, hier liggen twee drumstokken. Misschien yes. dat we nog heel even snel over kunnen hebben... voordat we de aflevering afsluiten. Ik denk niet dat het heel veel toelichting behoeft, want iedereen weet dat jij een drummer bent. Ja, ik weet niet of iedereen het weet, maar ik ben dus drummer. En uh, ja, toen ik de vraag kreeg, ook van Nina om een voorwerp mee te nemen, ja. was het voor mij meteen duidelijk dat dat uh, drumstokken moeten zijn. En ja, als ik ze vast heb, word ik al blij. Ik heb nu zin om, uh, om te drummen. Even te rammen. En, uh, over mijn nieuwe huis gesproken. Ik heb daar gisteren mijn drumstel neergezet. Het is voor het eerst in een paar jaar dat ik weer in een huis woon waar mijn drumstel kan staan. Dus dat is heerlijk. Ah, ja, ja. Eerst je drumstel neergezet en nu nog niet je bed. Klopt. Nog geen wasmachine, nog geen bed. Wel een drumstel. Dat zijn pas prioriteiten. Oké. Ja. Ja, dat zijn prioriteiten. Ja, ja, ja. Dus ik ga vannacht niet slapen, maar drummen. <laughs> <laughs> ja, en het zijn Bro. stokken van mijn favoriete drummer Ray Luzier van Korn. is niet een hele bekende drummer. Um, maar corn zo'n best wel bekende band. Ja, en de drum is voor mij gewoon de uitlaatklep ja. en uh, het is zo tof, uh, zo'n mooi instrument. En um, ja, zou ik erover zeggen. Tijdens mijn shows drum ik mee met allerlei goede, foute hits. Dan, dan zijn er visuals die achter mij uh, uh, eigenlijk de songtekst uitbeelden en ook de songtekst komt voorbij en de lampen die bewegen helemaal mee in de maten, en in de kleuren van de visuals mm. en van de metalistas. Dus we maken live echt een uh, dikke show van. Iedereen kijkt mee en jij zit daar te rammen. Ja, ja. en dan, een beetje technisch, maak ik drum op een elektronisch drumstel live. Dat, ja. dat merken de meeste mensen niet, want dat komt gewoon uit dikke theaterspeakers. Ja. En, en je hoort gewoon en je voelt gewoon echt de bezig met alles, maar het is een elektronisch drumstel. Dus ik heb mijn koptelefoon op en daar hoor ik zelf dan uh, de beat en de drums. En, uh, maar ja, dat, dat voelt is... toch niet hetzelfde hè? als een echt drumstel? Nou, 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 dat noem je wat. Want. Uh, ja, jullie hebben natuurlijk in een beentje gezeten. Dus je weet de, met je rechtervoet, als je rechts met als drummer, bedien uh, je je beestdrum. Dat is gewoon die. Uh, klum, klum. Ja. En die wil je voelen. Die wil je niet horen, maar voelen. Mm. En heel lang drumde ik alleen met een koptelefoon op. En dan hoorde ik dus wel gewoon het geluid. Maar je beestdrum wil je voelen. En toen, mijn, mijn technicus, die zei heel lang: Thijs, je moet een keer de. Volgens mij heet het de Bumchum. Ja. De, uh, de, de, in straat al de Bumchum. Bum dat is een stoel, een drumkrukje die meetrilt als jij je bassdrum gebruikt. Oh, lijp. Dus ah. elke keer ah. als ik met mijn rechtervoet ja. tegen dat vel sla, dat je daar. ik doe ook wel eens dubbel dan is het echt zo... Du -du -du -du. Ja. Oeh, uh, ja. dan gaat dat ding trillen. En ik, jarenlang was ik eigenwijs dat ja, dat is toch... ik wil toch horen, niet, niet dat mijn reet trilt. <laughs> nou, bij de laatste tour hadden ze hem uh, als een uh, verrassing voor mij uh, gehuurd. Nou, nee, ik wil nooit meer terug. Wat is dat lekker. Dus om aan te geven, je moet het echt voelen. Ja. Als je op een elektronisch drumstel speelt, maar je hebt wel die bum Ja. Die, die trillstoel, dan, uh, dan... Dan komt het, het in de buurt van het echte werk. Ja, het is bizar hoe je brein die twee... We ja. krijgen wat subtiele hints dat de, de, de slideshow stopt. <laughs> ja, dat ja, maar maar, maar, het maar denk, door. dat je brein dan zeg maar, het, het geluid en de trilling mengt... en dan klinkt het geluid harder. Dat. Oh, dan klinkt het ook harder. Ja, ja voor mijn gevoel komt het harder binnen in mijn oren. Maar dat is dus... Ja nee, Dat, dat is. is dus hoe mijn brein werkt. Ja, precies. Ja. Nou, heel erg leuk dat je, je langs bent gekomen. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik vond het leuk om met je te praten. Daarom konden we niet stoppen. Dus dat is dus. toch mijn aura van ik ben twee uur podcast geweest. Ja, ja, precies. Ja, ik kan echt mijn plas niet meer opbouwen. Oké. Okay. Ja. Hey, dankjewel. Hey, high five. five. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hoop. Vandaag hebben we in de studio spreker en host van de 100% Inspiratie Podcast, Thijs Lindhout. We gaan het onder andere hebben over acceptatie, liefde en de dans tussen licht en donker.